Kwekers en telers, boeren en tuinders hebben te maken met exploderende energielasten. Met de TEC-regeling wil de overheid tijdelijk bedrijven ondersteunen bij deze extra energiekosten. Minimaal 12,5% van de omzet moet uit energielasten bestaan. Wil een bedrijf hiervan gebruik kunnen maken? Sommige agrarische bedrijven zijn energieintensief. Echter komen deze agrarische bedrijven niet over de drempel heen. LTO Nederland roept daarom op om de toegangsdrempel te verlagen naar 6,25%. Zo ook vorige week donderdag toen er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de impact van de energieprijzen plaatsvond. Onze voorzitter van Glastuinbouw Nederland, Adrie Bom-Lemstra, vertolkte hier het geluid van onze tuinders en boeren. Vorige week donderdag vond ook het Kamerdebat over het advies Remkes plaats. In het debat herhaalden de partijen voornamelijk de standpunten die zij al hadden, waarbij de adviezen van Remkes terecht door een relevante meerderheid in de Kamer werd omarmd. De Tweede Kamer heeft daarbij hoge verwachtingen van het landbouwakkoord. LTO staat daar positief tegenover, maar dan moet er natuurlijk wel ruimte ontstaan voor een beter inkomen en verdienvermogen op het boerenerf. Dat hangt ook af van de drie brieven van de regering die wij aanstaande vrijdag verwachten. Eén brief over bodem en water, één brief over het Nationaal Programma Landelijk Gebied en een landbouwbrief van onze minister Adema. Deze landbouwbrief zou eerst nog de perspectiefbrief heten, maar minister Adema heeft aangegeven daarvoor eerst met de sector aan de slag te willen voor het landbouwakkoord. Over hoe we dat gaan proberen komt vrijdag en de komende weken dus meer duidelijkheid.